ik wil graag een daverend applaus en ik wil hem graag nog uitnodigen hier naast mij voor al jullie gezichten. Mag ik een daverend applaus voor de regisseur Tim Wieland. Dit is de tweede keer dat ik hem zag en ik ben er nog altijd even spraakloos van, dus ik ga gewoon het woord aan jou. Ik ga even het woord aan Thomas Leijers gebruiken die bij de zijn laat zien van de film. De film begint als hem gedaan is, dus ik wil eigenlijk er niet veel voor aan vuil maken. Ik wil onmiddellijk heel graag een paar mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat deze film is geworden die hem is geworden. Eerst en vooral wil ik de producers Hans Everaerts en Guy Goertsgezelschap bedanken voor het vertrouwen en het waanzinnige risico dat ze genomen hebben. Kunnen jullie alsjeblieft naar beneden komen? Dan Jeroen. Zouden we hier natuurlijk niet zijn zonder Jeroen Olieslagers. Jeroen, om de heren. Het fantastische werk van Carol Jools, die het scenario geschreven. Carol, geeft om de heren. En dan is er natuurlijk Stef Aarts. En Laura Kronet. Matteo Simoni, Dirk Roofhoofd, Els Wattermans, ik wil je namen vergeten, Kevin Janssens, allemaal van de Eco, Koen Bouw, die doet er nog allemaal mee, Jean Birrevoets, Jan Bijvoets, allemaal van de Eco, Jan de Kleer, Kim Bokma, Aria van Vliet, Sophie de Kleer. Sorry, Simon, I'm sorry, I'm gonna try this. Simon Broleski, right? Mark Maurijs, Valentijn Dalens, Vito Geest. En Felix Meijer. En dan zullen mensen zich ook gaan vragen van hoe komt dat dat beeld er zo goed uitziet en dat hij recht staat. Dat komt omdat Robrecht Evaert dat heeft gedaan. Dus recht staan. Zit hier. Zullen mensen zich gaan vragen en is zo goed gemonteerd? Dat komt omdat Bert Jacobs dat gemonteerd heeft. Wat is hem? Bert, rechts staan. Dat is er ja. Ah! Zullen mensen zich gaan vragen hoe komt dat die muziek zo goed is? Dat komt omdat Geert Hellings dat gedaan heeft. Wat is hem? Geert Hellings. Ah, daar is hem. Oké, heel goed. Kostuum, Valerie Leroy en Charlotte Willems. Productie, Saskia Verboven, jij moet ook recht staan, Saskia. Sta recht. Dat is het. Bedankt om het onmogelijke mogelijk te maken. En dan Peter. Oh. Belangrijkste van al. Peter Keskeren en Esther, bedankt om het schip zeilende te houden. Woehoe! Heel altijd te zijn. Voilà. Ik heb het vergeten. Ah ja. En dan een kaartje van Dame Kelly Nissen en Eddie Cloé en Peter Flamand voor de mix. En een applaus alsjeblieft. Tim, mag ik de film aan Jeroen geven? Ik weet niet wat daar staat. Want ik denk, Jeroen, jij wou nog iets zeggen. Ik wil heel de crew bedanken. Team, producenten, acteurs. En vergeef mij, maar ik wil het heel even terugbrengen naar mijn boek. En ik wil twee vrouwen bedanken. Nikki van Lierop. Want dames en heren, ik heb heel het boek aan haar voorgelezen. Zonder haar was dat boek er helemaal niet, volgens mij.
één van de bezige bij Katrijn van Houwermeer. Dankjewel, Jeroen. Ik sta als twee trotse producenten, denk ik. Hans, je had ook een woordje voorbereid. Ik dacht dat we gingen afsluiten. Ah, we mogen al. Oké. Okay. We willen gewoon ook de financiers bedanken. Dat waren er een aantal. De film is nogal duur geworden, laten we zeggen. Dus, in de eerste plaats het VAF, die van in het begin heel enthousiast waren over het project. Screen Flanders, belangrijk om het budget in Vlaanderen hoog genoeg te krijgen. De Belgische Tax Shelter via BNP Paribas Fortis. Stad Antwerpen uit de Antwerp Film Bonus. Het Centre du Cinéma in Franstalig België. In Nederland het Nederlands Filmfonds en de Nederlandse Production Incentive. Kinepolis Film Distribution, die vanavond ook de première verzorgt en voluit voor de film gaat. Ik denk dat dat duidelijk is. VTM, belangrijke tv-partner in Vlaanderen voor film. En last but not least, Netflix, die de film na de release in de cinema in de Benelux wereldwijd uitbrengt als Netflix original film. En de film normaal een enorm bereik gaat geven. Dus waarvoor dank. Ik zou graag aan de dankbetuigingen nog drie namen toevoegen. Eerst en vooral mijn oud-collega Jan Segers. Twee, Thomas Smitleijers van MindSmee. En drie, Robert van den Bovaart, mijn huidige partner, vernoot bij Elektromedia. Zonder hun was deze film er niet geweest. En ik zou toch, om enige luchtigheid te creëren in deze zaal, toch één kleine anekdote willen vertellen. 6,5 jaar geleden, 25 april 2017, was het vierde puntje op onze creatieve meeting Wil. Het boek van Wil. Go or no go. In die meeting werd beslist dat we voor deze film gingen gaan. En ik kan u zeggen, ik herinner nog letterlijk mijn woorden bij het nemen van die beslissing. Oh my god. Aan welk traject gaan wij beginnen? 6 jaar later kan ik u zeggen dat dat de enige juiste woorden waren. Oh my god. Oh, wat een fantastische trip is dit geweest. Ik hoop dat het heel duidelijk was, maar zoiets kan je enkel maken, een oorlogsdrama met top professionals uit onze industrie. Zowel voor de camera, achter de camera. Het waren echt stuk voor stuk top professionals die Hans en ik met veel plezier af en toe met een lach en een traan mee geproduceerd hebben met de steun van hun allemaal staan wij vandaag. En toch, hij heeft het niet graag, het gaat een tweede keer gebeuren. Ik wil eerst mijn echtgenote geruststellen, ik ben echt hetero. Maar ik wil echt voor deze volle zaal, ook ik wil herhalen wat Astrid gezegd heeft. Team, wat een fantastische vent, zet ik jij. Zo, die kleine chatten. Stop maar al, want straks stuurt hij nog een factuur. Her en der wordt gezegd dat het team te klein is voor Vlaanderen, voor België. Wat zijn wij verdomd blij dat jij deze film geregisseerd hebt. En normaal zou ik ook deze gelegenheid gebruik maken om mezelf en heel de crew te bewieroken van het harde werk en het hard labeur dat we gedaan hebben voor deze film. Maar laat me toe te zeggen dat de inhoud van deze film primeert. En dat we allen, denk ik, ook wat stil worden. En wij hadden nooit voorzien in 2017 dat we vandaag zouden staan en dat de oorlog terug zo dichtbij is. Het is heel vervelend, want dat was zeker niet onze bedoeling. En vandaag zou ik jullie ook allemaal een opdracht willen geven. Want we zijn toch een beetje zondagskinderen, als we eerlijk zijn. Ik hoop dat wij zelf en al onze volgende generaties bespaard blijven van die toffe ellende en verdriet dat een oorlog met zich meebrengt. Dus ik vraag aan jullie vandaag één ding. Maak er een leuke avond van. Geef veel liefde, genegenheid, warmte, kusjes aan elkaar. Er is alcohol voorzien, mocht het niet spontaan gebeuren. Deftig.
En ik wil jullie van harte, harte bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn. Dank u wel. Dank u wel. Een hele mooie boodschap. En dan wil ik op gepaste wijze afsluiten. Ik heb het net met de cast besproken. Het is ook een beetje hun wens om die film zelf te laten malen in het hoofd. We willen daar niet te veel woorden meer aan vuil maken. Dus wil de cast eigenlijk gewoon eindigen met een bedanking op een manier waarop zij dat doen. En ik denk dat dat volledig wederzijds is. Dus dankjewel allemaal en ook dankjewel in het publiek om hier vanavond aanwezig te zijn. Om niet te bedrukken te eindigen, is uiteraard nog een receptie beneden. Enfin, receptie klinkt zo onnozel. In de Hollywoodzaal is er een heus feest. Geheel in wild stijl. Ik heb het al gecheckt, het is in orde. Dankjewel. Mag ik nog een laatste applaus voor alle mensen van Will!